Nederland test voor het eerst 4 Reaper-drones en dat gebeurt op Curaçao. Er was deze week veel om die heel geavanceerde drones te doen, want ze zijn nu nog onbewapend. Maar een meerderheid van de Tweede Kamer gaf gisteren aan voor bewapening te zijn. Die drones kunnen op en rond Curaçao worden ingezet voor opsporing, bijvoorbeeld in de strijd tegen de drugshandel. Onbemande drones kunnen 27 uur lang in de lucht blijven en heel veel informatie verzamelen. De komende tijd benutten we om te kijken of alles goed werkt, of onze mensen de procedures goed kennen, om er een beetje vertrouwd mee te raken. En daarna is het aan de politieke leiding in Den Haag om te bepalen waar we hem gaan inzetten. Er kunnen ook wapens onder en we hebben van de week de politieke discussie gezien. Grote meerderheid in de Tweede Kamer om ze uiteindelijk te gaan bewapenen. Dus ja, we wachten dat met spanning af en ik verwacht wel dat we de komende jaren gaan zien dat ze bewapend zullen worden. Tot voor kort waren er in de politiek veel bezwaren tegen het bewapenen van drones. Maar door de oorlog in Oekraïne is het denken erover veranderd. Het kabinet moet er nog wel een beslissing over nemen.